Ooh. Mm-hmm. Ik heb vandaag voor jullie een boek mee over een luiaard. En een luiaard is eigenlijk mijn favoriete dier. Ik heb ook zelf nu oorbellen met luiaards erin. Want die vind ik zo leuk. En daarvoor dacht ik, neem ik er een boek over mee. Het is het boek De Luiaard Die Niet Lui Was van Erik Karl. En het gaat over alle dieren in de jungle die lopen langs de luiaard heen. En die zijn maar steeds benieuwd, waarom beweegt hij nou eigenlijk zo langzaam? He, waarom beweegt hij alles zo stil en zo rustig? En doet hij niet zo snel als alle andere dieren? Maar misschien vindt de luiaard dat zelf helemaal niet erg. Zal ik een stukje voorlezen voor het boek? Langzaam, langzaam, langzaam kroop een luiaard langs een boomtak. Hier zien we hem. Alle andere dieren komen langs. Langzaam, langzaam, langzaam at de luiaard een blaadje. De andere dieren hebben allemaal haast. Er gebeurt heel veel, heel langzaam. Hij komt zelfs, hij wordt langzaam weer wakker. Ja, maar hij hangt ondersteboven, hangt hij in een boom. Net als bij mijn oorbellen hangen ze ook ondersteboven. En de hele nacht hing de luiaard ondersteboven in de boom. Maar dan komen langzaam de dieren ook. Want die zijn benieuwd waarom ze nou zo langzaam is. Kijk, waarom ben jij zo langzaam? Vroeg de brulaap op een dag. Maar de luiaard antwoordde niet. En er komen steeds meer dieren en die gaan vragen, waarom is de luiaard nou zo langzaam? Nou, wat zou jij nou zelf denken waarom de luiaard zo langzaam is? Zou die daar een goede reden voor hebben? Als je verder leest in het boek, kom je daar vanzelf achter. En wat leuk is, is dat op de laatste pagina staan nog alle dieren die voorkomen in het boek met de namen hoe ze allemaal heten. Dan kan je die ook nog allemaal leren. Veel plezier met het boek!